Zes uur in school, hè? Hè? Tien. Bye bye! Hey, ik ben Thierry van BC Sinture en welkom nieuwe Raps of the Week. Deze week in de Raps of the Week hebben we de Gloss Grey BMW X5. Exact een tegenhanger is de X-Pel Stealth Wrap op deze Crayon Grey Porsche 992 GT3. Ziet er super vet uit. We wrappen ook nog een Tesla in graphite en een BMW M4 Cabrio. Krijgt een X-Pel lakbescherming. Daarnaast doen we een herstelling op deze Audi A5 en een volledige color change in matte charcoal van Arlon op deze A-klasse AMG. En dan hebben we de PPF wrap bovenop, de Black Opalus op de e-tron. Die glans is niet te geloven. Het verschil is gigantisch tussen het deel dat al wel PPF heeft en het deel dat nog niet heeft. Dus dat gaat er super vet uitzien, zeker in het zonnetje. Een volledige lakbescherming. X-Pel lakbescherming op deze Audi Q4. Afwerken van de Nardo Grey Wrap op de Kia Sportage en hopelijk de eerste delen print op de Defender. We gaan uiteraard ook langs op Spa-Francorchamps voor de volgende track and test days van Curbstone. En hoe dat allemaal verloopt deze week, dat zie je in deze Wraps of the Week. Check it out! Als je zo'n prachtig mooi wit-blauw interieur hebt als op deze X5, wat past er dan mooi aan de buitenkant? Standaard kunnen we zien is dan carbon zwart, dus een donkerblauwe, vandaar waarschijnlijk het blauw aan het interieur. Maar aan de buitenkant hebben we gekozen voor de Gloss Grey van Avery. Dat is een heel lichtgrijze kleur eigenlijk, te vergelijken met Crayon Grey van Porsche.
glanzende wrap in onze Avery Supreme wrapping film. De volledige buitenzijde is in deze kleur gerapt. En bovenop de wrapping hebben we ook nog een Itspel Fusion Ceramic Coating aangebracht. Dus een keramische coating die al het vuil en water afstoot, waardoor dat een lichte kleur als deze ook super vlot te onderhouden is. Deze auto gaat alvast naar warmere oorden, vandaar dat hij een lichtere kleur heeft gekregen en we wensen de eigenaar daar alvast heel veel rijplezier mee. En het is vandaag ook officieel het einde van een tijdperk, want de Wrap Valanche gaat ons vandaag verlaten. Zijn printwrap is er helemaal af. No more BC signatures op deze bak. Helemaal gewrapt in PBF Anodized Red. Gewoon nog even proper opkuisen. De velletjes staan er terug op. Hij is super netjes en klaar voor kilometers rijplezier bij de nieuwe eigenaar. Bye bye! Deze e-tron wordt volledig gerapt in een Black Opalus, of beter gezegd is al volledig gerapt in een Black Opalus. En dat is een chameleon kleur, die shift van zwart naar bordeaux naar goud, geeft een kei mooi effect. Ja, nadeel van glanzende folies, zoals jullie ongetwijfeld al weten, is dat die altijd een klein beetje een appelsienafwerking hebben. Dus heeft deze klant ervoor gekozen om bovenop de gekleurde folie ook nog eens een Itspel Ultimate Plus te zetten. Dus een super hoog glans lakbeschermingsfolie. En het verschil is echt wel gigantisch, want jullie kunnen nu al in de video waarnemen dat de fender wel gedaan is en de motorkap heeft nog geen lakbescherming gekregen. En we zien een ongelooflijke verschillen al in de manier waarop dat de reflecties, dus het spiegelbeeld in de auto, zichtbaar is. En daarnaast is ook de diepte van de kleur, dus eigenlijk van het chameleon effect, ook serieus versterkt door de glans van de Itspel folie on top. Dus Jari heeft nu de fender al gedaan en gaat nu de motorkap doen. En uiteraard, bovenop het feit dat hij nog veel mooier zal glanzen, gaat de folie ook zelfherstellend zijn. Dus de krassen die er zouden inkomen, gaan vanzelf verdwijnen. En het geeft ook eens een extra goede bescherming tegen steenslag in de folie. Want Black Opalus is een beperkte reeks van PWF, dus is maar een vast aantal rollen verkrijgbaar. Dus het is wel heel belangrijk, als dat lang moet meegaan, dat dat in top staat. Blijft het resultaat, spreekt voor zich, denk ik. Je gaat het verschil zo al kunnen waarnemen. Wil je zelf ook leren rappen? Schrijf je dan in op onze volgende Rapper Bootcamp van 13 tot 15 juli. En dan gaan we samen een volledige auto rappen op 3 dagen.
dubbele waanzin op deze e-tron GT. Waanzinnig grave kleur, want we zitten hier met een Opalus Black van PW. Dat is een zeer beperkte reeks. Dus als je graag nog zo'n kleur kunt, moet je rap iets laten weten. Dat is eigenlijk een chameleon zwarte kleur. Dus als we laag genoeg gaan zien, lijkt dat gewoon een metallic zwarte auto. Maar als we dat van dichterbij gaan bekijken en dan vooral in het zonnetje, zien we verschillende kleuren metalliek doorkomen. Gaat helemaal bordeaux. En als we zelfs tegen de zon inkomen, zien we er goud inkomen. Het is een prachtig metalliek effect in een auto. Maar het valt u misschien ook al op dat die abnormaal hard glanst. En dat is nu meestal het probleem van glanzende kleurfolies. Is dat die nogal appelsien afgewerkt zijn misschien en meestal nogal dof kunnen lijken. Nu hebben we dat hier opgelost met een volledige X-Spel Ultimate over de PWF folie. Dus een auto is twee keer gewrapt. Eerst in kleur en dan in X-Spel. Waardoor dat hem gewoon abnormaal hard glanst. Dat is gewoon ziek. En uiteraard ook zelfheling heeft. Dus als er krassen in komen, waskringen enzovoort, gaan die vanzelf verdwijnen bij warmte. Daarnaast hebben we alle origineel zwarte onderdelen toch teruggewrapt in zwarte glanzende X-Spel. Dus ook weer met dezelfde eigenschappen, krasvrij. Waarom hebben we daar de zwarte voor gekozen en niet een transparante? Omdat er best al wel wat steenslag enzovoort aanwezig was, waardoor het dan nu volledig terug gecamoufleerd is en eigenlijk de auto absoluut terug in showroom staat is. En daar stopt het niet bij, de spiegeltjes hebben we ook zo gedaan. En bovenop dit alles hebben we ook nog onze X-Spel Fusion keramische coating toegepast, zodat hem ook nog eens zo zacht als een babypoepie is en zal blijven. En daarnaast ook water en vuil afstotend is. Dus kei gemakkelijk proper te houden. Dus waanzinnige showback. We hebben nog een mini detailje gedaan. Oorspronkelijk had de klant dat niet gevraagd, maar ik kon het absoluut niet laten. We hebben het vlak gedeelte van de velg ook meegerapt. Heel subtiel accentje. En dat gaat alleen maar zien dat de zon pal in de velg schijnt, gaat hij eigenlijk dezelfde kleurschakering krijgen als de wrap. We wensen de eigenaar van deze prachtige e-tron GT alvast ontzettend veel rijplezier. En hoe cool is het niet als de klant zelf een miniatuurversie van zijn auto gemaakt heeft met velgjes en alles en zelf met een stukje folie de auto al helemaal gewrapt heeft zoals wij hem uiteindelijk hebben uitgewerkt. En bij deze zijn we ook toegekomen aan het einde van de Wraps of the Week van deze week. Vergeet alvast niet te subscriben en te duwen op de belletje voor een melding van de Wraps van volgende week. De Wraps of the Week van volgende week, beter gezegd. Want volgende week hebben we een prachtige Ferrari F8 en een Taycan die een volledige lakbescherming krijgen. We gaan ook een superleuke print zetten op de Defender. En een color change op de BMW X5. En als ik me niet vergis, komt er al één van twee i8'en binnen. Dus zeker kijken volgende Wraps of the Week dinsdag op YouTube. Tot de volgende.